Welkom bij weer een tip van de week. Deze week een tip over de aanschaf van speakers. Als je wil gaan draaien en je hebt net je eerste DJ-setje aangeschaft, dan moet je ook speakers hebben. Dat kan natuurlijk je bestaande stereo-installatie zijn waarop je het uitstuurt. Maar beter is om apart een setje te kopen waarbij je in je zolderkamer zo optimaal mogelijk kan genieten van jouw draaikwaliteit. Wat voor set zouden we dan kunnen aanraden? Nou, je hebt eigenlijk een groot onderscheid tussen twee soorten speakers. Gewone speakers, zeg maar, waarbij je kan kiezen voor twee speakers of een set waarbij je twee kleine speakertjes hebt en een subwoofer. Voor het draaien thuis gaat onze voorkeur uit naar het laatste, want heb je zo'n aparte baskast, kan je dus je bastoon apart regelen. Daarnaast zit de versterker al in het systeem ingebouwd en heb je dus geen versterker apart nodig. En daardoor kan je dus gewoon je aanpassen aan de omgeving. Je kan zorgen dat de buren niet te veel overlast hebben. En heb je geen last van je buren, dan kan je de bas lekker hard zetten. Wil je nou ook gaan produceren, dan is er een ander onderscheid wat je kunt maken. Namelijk, je hebt ook studio monitoren. Dat zijn boxen die speciaal gemaakt worden voor het produceren van muziek. En deze speakers geven het geluid zo neutraal mogelijk weer. Dat betekent geen benadrukking van bepaalde toonhoogtes, dus extra veel bas of hoge tonen. Maar een heel neutraal beeld, zodat als je je muziek hierop maakt, dit ook goed klinkt als je het afspeelt over andere stereo installaties. Je kan bij zo'n set ook altijd nog weer kiezen om een extra subwoofer erbij te nemen. Dan heb je dus en een hele mooie neutrale geluidskwaliteit. En je hebt nog een lage tonenkast waarbij je de bas nog wat harder kan zetten als je dat zou willen. En zo kan je een beetje afwegen wat het best bij je past. Qua budget ook. Je kan fatsoenlijke speakers voor thuis al vanaf een euro of 100 kopen. Studio monitoren kan je kopen vanaf een euro of 100 per stuk. Dan heb je hele fatsoenlijke kwaliteit om mee te beginnen. En je kan natuurlijk uiteraard het zo duur maken als je zelf wilt. Wil je nou meer informatie, kan je altijd bij ons langskomen om even diverse setjes uit te proberen en te horen. En wij kunnen je dan op maat adviseren wat het beste bij jou past, bij de ruimte waar je wil gaan DJ'en of produceren. Tot zover deze tip. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.